namen van de kamers zijn Friese woorden. Loft is lucht. Oh ja. Ja. En dit, ja, we zitten hier heel dicht bij de hemel. Loft en hemel. Dus ja. En dit is een luxe kamer, maar ook een familiekamer met mooie bedsteden. Ja. Ik ben in de bedstee geboren. Echt waar? Nou, kijk, kijk. Dus hier op de zolder hebben we loft, hemel en swell. En op de begane grond hebben we weer echt aardse namen. Noflik. Noflik, nou, geniet ervan, dames. Ja, ja, we hebben ontzettend veel van mensen hier uit jou bij de opening oude foto's gekregen. Er zit ook een hele map, ook hoe het was, met de bijbehorende verhalen ook. Dus dat is ontzettend leuk. Allemaal gewoon gekregen. Ja. Nou, dat is echt een hele historie hier. Het is gezellig, niet het officiële van een hotel en met een duur entree, maar hier is het echt leuk huiselijk. En dat sprak ons heel erg aan. De winkel staat is leuk. Mijn vrouw mag heel graag de ene winkel dan de ander. Even, dat hoort erbij. Ja. En verder qua toeristische attracties, wat heeft jou er dan te bieden? Een museum, daar gaan we vanmiddag naartoe, dat vind ik ook leuk. Zeeuwen in Friesland. Wie is dit? Dat weten we dus niet. Het is het mysterie van Herberg Jouren. We hebben voor de verbouwing hebben we twee van deze lijsten met deze foto gevonden op zolder. En we weten gewoon echt niet wie het is. We hebben zelfs een prijsvraag gehad. Toen werd er heel stellig gezegd dat het is de dominee, zeg maar van voor de oorlog. Maar dat blijkt hij dus helemaal niet te zijn. Want zijn zoon was hier en die zei dat is mijn vader niet. Dus we weten het eigenlijk nog steeds niet. Dus ik ben wel heel benieuwd of we hier nog ooit achter gaan komen.